referenties van Mier tot de Maan en van Beurs in vele landen, de charlatans. Ja, dames en heren, wij zijn de charlatans. En dit is een paraplu. Dankjewel. Maar natuurlijk ook ons draaiorgel Esmeralda niet te vergeten. Ja. En nu het moment waarop jullie allemaal al zo lang hebben moeten wachten. De medicinale kruidendrankjes. Ja, u mag klappen. Ja. En zoals ik al zei, u hoeft niet bang te zijn. Ja, of misschien juist wel. Zo, want wij zijn hier voor jullie, om jullie te beschermen tegen angst en kwaad. Mijn vrouw Virginie is hier een expert. Ja. Maar ook als u last heeft van andere kwalen, zoals last van flauwtes, schimmelnagels, wintertenen. Waar heeft u last van? Van de rug. Oh, daar heb ik iets voor. Ja, daar heeft mijn vrouw dan wat voor. Het kost wel wat, maar dan heeft u ook wat. Ja. Heeft u ook ergens last van? Daar heb ik ook iets voor. Ja. Om de tijd. Ja, zeker. Maar ook als u last heeft van hoogmoed of hoogtevrees, bent u bij ons aan het juiste adres. Pardon? Ja, dokter. Hallo. Ja. Oei. Bent u bij haar aan het juiste adres? Inderdaad, Otto. Ja, lieve mensen, mijn expertise reikt verder dan alleen maar het bestrijden van angst. Hier bij de oude abdij, daar heb ik een kruidentuin met kruiden tegen alle kwalen. Alle kwalen! Ik maak daar prachtige mengsels van. Bij volle maan pluk ik die kruiden en die mengsels maak ik. En hier staan ze voor jullie. Het is allemaal geheim recept natuurlijk, geheim recept. Ik heb hier een mengseltje tegen chronische nachtmerries, gouden rillingen, beklemmingen, kippenvel, nachtelijk onbehagen. En natuurlijk niet te vergeten... het flesje met drank tegen angst. Mijn man Otto, die arme schat, die is dus vaak heel erg angstig. Kom je daar dan weer bij? Ik ben helemaal niet angstig. Otto, wat sta je aan de baas? Hier. Waar hadden wij afgesproken? Wat? Jij bent vaak heel erg angstig. Niks normaal niet. Jij bent Otto. Jij wat bent vaak heel weer? Erg angstig. Oh, dat stukje. Dat stukje. Ja, klopt. Ik ben soms heel angstig. Oh, dan is hij zo angstig. Dan heeft hij last van razende rillingen. Ja. Hij heeft last van de schokkende schouders. Knik in de knieën. Hij heeft last van banen. Angstgevoelens. Paniek aanvallen. Paniek. Wat is die man? Ik voel me weer goed. Ik heb weer moed. Ik voel me weer zo sterk als een beer. Dames en heren, u ziet het. Dit is pure wetenschap. Virginie Charlatan. Dank u wel, ja. Vito Borist voegt het woord bij de daad. Inderdaad. Dus kom bij mij voor goede raad. Ik bescherm jullie tegen angst en kwaad. Ja, zeker. Dus grijp uw kans. Bij de charlatans! Ja. Hartstikke rijk, ja. Hartstikke rijk, want zij hebben niks door. Wie had dit bedacht? Heeft de lot mij naar hier gebracht? Met mijn hulp zal ik jullie behoeden. Zet ik een vrees om in moed. Onnoembare macht of angst in de nacht, dat zijn wij bevelen ons hartelijk aan. De lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan.
referenties van hier tot de maan. En van dus in vele landen de charlatan. Wij zijn aan de slag, u ontmoet ons hier elke dag. Als we vegen, sjongen en sjouwen rond dit vermalen gebouw. Het is nog niet klaar, dus tot ziens, au revoir. Hier bij Esmeralda, kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan, uw lofte ligt in onze hand. We profiteren. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van beurs in vele landen de charme.